We staan hier bij de rotonde bij het WFO-trein. En daar is een verschrikkelijke grote verkeersdrukte. En de SP-fractie van de provincie Noord-Holland heeft vragen gesteld aan de gedeputeerden. Waarom? Wij hebben van verschillende kanten signalen gekregen van de enorme verkeersdrukte bij deze rotonde hier in Zwaagdijk-Oost. Onder andere van gebruikers van de rotonde. Vooral in de ochtend- en avondspits maakt heel veel verkeer gebruik van deze rotonde, met als gevolg dat het verkeer met regelmaat vaststaat. En nou is dat op zich niet zo heel erg, maar die periode duren steeds langer. En dat is voor de bedrijven hier op het terrein, maar ook voor andere weggebruikers, bijzonder lastig. Daarnaast hebben we signalen gekregen van bewoners aan de Zwaagdijk-Oostweg, zeg maar. Dat daar met regelmaat grote vrachtwagencombinaties doorheen rijden om de verkeersdrukte hier te voorkomen. En dat is niet de bedoeling, lijkt ons. Jullie willen een nieuwe afslag. Waar moet die afslag komen? Nou, wij willen op zich niet direct een nieuwe afslag. Wij willen voornamelijk een goed onderzoek naar de verkeersbewegingen in dit gebied. En hoe hoog zijn de verkeersbewegingen hier op deze rotonde? Er gaan hier dagelijks op een werkdag zo'n 35.000 auto's passeren. Dus dat is heel veel. Is dat geteld? Dat is een aantal jaren wordt dat al geteld door middel van verkeerslussen in het asfalt. En 35.000 bewegingen per dag, dat is voor deze verkeerssituatie eigenlijk te veel. De voorzitter van de bedrijvenorganisatie hier in West-Friesland, die stond waarschijnlijk te juichen toen jullie die vraag hebben gesteld. Want die had het over CO2-uitstoot en 30.000 uren gemist uren vanwege dat ze stilstaan. Ja, dat klopt. SP voor asfalt. Ja, ik kan me helemaal voorstellen dat u die vraag stelt of de SP voor asfalt is. Nou, de SP is voor asfalt als het voor de veiligheid en voor de beleving van de weggebruiker van belang is. Maar die combinatie moet er wel zijn. En het bleek gewoon dat hier af en toe situaties zich voordoen die gewoon de onveiligheid in de hand werken. Kijk, en dat willen we natuurlijk niet. En waar moet nou die aansluitende weg om dat te ontlasten komen? Ja, dat is een probleem. Kijk, wij hadden graag gehoopt dat bij de aanleg van de N307, hierachter ietsje verderop, dat al nagedacht was over de aansluiting hier op het WFO-terrein. De provincie zegt dat dat destijds, in 2010, gebeurd is. We zijn inmiddels 11 jaar verder. En ja, als je hier de situatie bekijkt in de ochtend- en de avondspits, dan kun je bijna niet tot een andere conclusie komen dat hier iets moet gebeuren. En dat zou kunnen betekenen een turbo-rotonde. Dat is een rotonde die natuurlijk wel wat meer ruimte inneemt, maar die het verkeer veel sneller kan afwikkelen. Je kunt ook zeggen, we maken een aparte aansluiting vanaf het WFO-terrein naar de N307, een klein stukje verderop richting Hoorn. Uit welke hoofden praat u hier tegen ons? Als bestuurslid ben ik van BWFO, het OFM en de WBG, West-Friese Bedrijvengroep. Jullie hebben toch wat problemen met het verkeer afvoer en het verkeer weggaan? Ja. Wanneer is het hier het drukste? Want ik zie nu ook alweer achter u een file ontstaan. Nou, de drukte die hier nu is, is geen 10% van wat het normaal is. Dat heeft puur te maken dus met COVID. En wij praten hier over een situatie dat alleen maar bumperkleven is. Alleen maar bumperkleven. En achter mij, daar staat normaal gesproken een 300 meter file te wachten voordat ze erop komen. Hoe komt dat? Omdat de verkeerslichten daar op de 307... Je komt een hoos, auto's komen deze kant op. Alles moet dus wachten. We kunnen er niet op en we kunnen er niet af. In 2020 heb ik geteld op 250 werkdagen. Over het hele jaar zijn er 18 miljoen bewegingen hier op deze rotonde. En de afvoer en de aanvoer. Nou, dat zijn uw woorden, maar ik heb ze niet geteld. Ik weet wel dat er zo'n 30.000 stilstanduren per jaar zijn. En als je de CO2-uitstoot ziet, nou, dan vraagt dat bij ons toch wel de aandacht. Stilstand. Hoe doen ze dat dan met de 112, de ambulance, de brandweer en politie? Nou, laat ik zo zeggen. Gelukkig hebben we dus niet veel trammeland. We hebben in 2017 hier een ammoniakgaswolk gehad. Ja, die was 500 meter werd het stilgezet. WVO West
niemand kon meer van het bedrijventerrein af. Nou, als je op zo'n moment de brandweer nodig hebt, nou ja, dan kun je het wel nagaan, dan is alles gewoon... Deze weg op de achtergrond, die rotonde, en dan zo naar de N307. Is dat de enige aanvoer en afvoer voor het verkeer? Ja, dat is wat er fout gegaan is, wil ik niet zeggen. Maar in 2010 zijn er natuurlijk wel vragen gesteld. Moeten wij niet een ontsluiting hebben van het WVO West naar de 307 toe, die toen nog in op tekening stond? Nou, die is onder in de la beland op een of andere manier dat de Wervershoofd opgenomen is in het Medioblik grote geheel. En daar moet ik ook bij zeggen, niemand wist dat Action zo groot zou worden. Niemand wist dat Hessing zo groot zou worden. Dus al met al, er zijn veel meer werknemers werkzaam op ons bedrijventerrein. En daar is geen rekening mee gehouden. Regeren is vooruitzien. Ja, maar ja, ik denk dat ondernemers anders naar dit soort dingen kijken als de politiek. Want de politiek die moet het uiteindelijk weer gaan bekostigen. We hebben nu wel de aandacht bij de provincie, maar ja, de eerste 3 jaar is er dus geen geld. En dan duurt het nog 7 jaar voordat die er keer ligt. Dus over 10 jaar, nou jongens, ik moet er niet aan denken. Wat zijn jullie voorstellen naar de provincie? Nou, ons voorstel is om er dus een extra ontsluiting te maken. Want eigenlijk ieder bedrijvenpark hoort eigenlijk een tweede ontsluiting te hebben. En omdat we hier niet meer naar de 307 kunnen over de bekabeling, gasleidingen, alles wat er al niet ligt. Hebben we nu de aandacht gefocust op deze weg door te trekken naar de Noorderboekert in parallel van de 307. En dat zou voor ons, voor deze kant, een hele goede oplossing zijn. Voor WVO Oost hebben we een ander probleem. Die wordt gebruikt als een sluiproute. Dus Hoog Karspel wil niet Westwoud belemmeren met al het verkeer. Dus komen we hierover. Een bedrijventerrein. Wat dan zeg maar gebruikt wordt voor ontsluiting. Dus ons voorstel is, en dan weet ik wel, die hele lobby die moet toch komen, is er om het viaduct daar een kruising van te maken of een bypass. Ja, en dan gelijk ook het WVO-terrein Oost, tweede gedeelte, uitbreiden richting dus de oostkant. Noorderboekert, komen jullie dan ook niet een beetje in de drukte van het Zevenhuis? Nee, dat ligt één straat verder. Hè? Dat is, nee, daar hebben we geen last van. Nee. Nee, Noorderboekert, dat wil zeggen dat is de afslag zeg maar, van de Jumbo, zeg maar. En dat is natuurlijk ook al een wagenpadje. Dat is natuurlijk veel te smal voor al het verkeer wat daar overheen gaat. Maar goed, dat is niet ons probleem. Hebben jullie ook een luisterend oor bij de gemeente Medeblik? Ja, dat hebben we zeker. Laat ik zo zeggen, de gemeente zelf is goed op de hoogte. Die werkt ook goed met ons samen. Helaas hadden we laatst een aantal politieke partijen, ik zal geen namen noemen, die liet het afweten, die vond het minder van belang om met een werkgroep als het OVM dus te praten. Dat vonden we jammer. Want we willen juist met de gemeente samenwerken om samen tot een oplossing te komen. De linkse partij, een van de uiterst linkse partijen in de provincie, de SP, heeft vragen gesteld over deze drukte. Ja. Ja, ik zei al tegen de vertegenwoordiger van de SP, Wim Hogevorst, SP en asfalt. Ja, dat is wel natuurlijk een dingetje. Maar ik moet zeggen, wij zijn wel blij met de aandacht die de SP gegeven heeft. En dan gaat het niet om de SP. Het gaat bij ons. Wij willen West-Friesland op de kaart houden. En wij willen als werkgever, zijn wij heel dankbaar voor de werknemers of voor de collega's. Want namelijk, we hebben er al veel te kort. Er komen hier 20.000 arbeidsmigranten. Waar moeten we die huisvesten? Waar moeten we die veilig naar het werk laten komen? Er zijn hier geen fiets- en geen voetpaden. Een paar maanden terug was hier een ongeluk. Er stond geen streep meer op de weg. Alles was al vervaagd. Die mevrouw zat onder de vrachtwagen. Hoe triest ook. Dat willen we niet hebben. Nee. Daar is een bedrijventerrein ductie voor, maar het is een ontsluiting. Maar ja, goed, dat heeft niks te maken met de ontsluiting van het bedrijventerrein. Jullie willen gewoon naar de Noorderboekert. Ja. Daar willen jullie een aansluiting. En daar willen jullie ook het signaal afgeven naar de gemeente en naar de provincie. Tuurlijk moeten wij een signaal afgeven. Want namelijk, als wij het dus niet doen, de provincie doet het niet uit zichzelf. Dus je moet lobbyen. En lobbyen, dat vraagt een hele lange adem. Maar er moet daar een weg komen. En misschien ook wel de bedrijven die dan zeg maar op Zwaardijk zit. Die bedrijven zouden misschien er ook aan kunnen sluiten op de Noorderboekert. De provincie onderkent het probleem wel, maar ze doen er niks aan.
Nee, dat is dan jammer. Maar ja, dat is politiek. Dat is, ja, je moet meer focussen, meer aandacht krijgen. Daarom zeggen wij, het maakt ons niet uit wie het doet, als we het maar gezamenlijk doen, samen met de politiek.